Welkom allemaal. Welkom bij een nieuwe video. En vandaag ga ik het met jullie hebben over spirituele hygiëne. Um, waarom? Klinkt misschien raar, maar is zeer nodig in deze tijden. Want ik merk dat het de spuitgaten uitloopt. En dat is ook positief. Want uh, we zitten in een fase, we noemen het New Age, waarin dat gewoon alles kan en alles mag en er zijn geen regels en iedereen kan overal inteppen en uh, je, hoeft, uh, je moet niet weten met wat je bezig bent. En op die hoek van de straat kunnen we een Kundalini activation gaan doen. En als ik zes maanden Kundalini heb gedaan en ik heb een certificaat, dan kan ik plots twintig man in een groep leiden en helen. En daar kan ik uh, een reading gaan laten doen om te zien of mijn man mij bedriegt, bla 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 bla. bla. Aan de ene kant wordt het heel oppervlakkig, spiritualiteit. Aan de andere kant wordt het heel makkelijk om toegang tot te krijgen. En voor degenen die nu binnenkomen, net nieuw als newbies, zijn die heel kwetsbaar. En vandaar, eerlijk is eerlijk, het is inderdaad waar dat je niet met een certificaat zomaar twintig man kunt leiden. Als ik als... Ja, heel een raar woord, daar ga ik het straks nog over hebben, maar... Uh, als iemand die begeleidt in heling en coach, um, en ook als medeoprichter van Clandestine samen met Charlotte. Wij staan heel hard voor die spiritual discernment. We weten wat goed is, wanneer het goed is, wanneer het te veel is. We weten hoe dat je moet beschermen, weten wat energie is. Um, en wij zien helen ook als wij helen jou niet. Wij geven u de kans om te gaan liggen en te ontvangen wat wij weten dat goed voor u is. Dus wat is heel eigenlijk? Want er zijn mensen die zich heler noemen. Ik heb dat ook een tijd gedaan. En goh, ergens, ja, ik moet het iets noemen. Maar aan de andere kant, ik heel u niet. Ik, ik ga met u naar de frequentie die jij nodig hebt, naar de dimensies die je nodig hebt, naar de personen die jij nodig hebt. Maar als ik die energie channel en door mijn lichaam stuur en ik geef die aan u en jij ontvangt die niet, dan neemt je die niet aan en dan is er ook niks gebeurd. Het gaat erover dat jij wilt de heling ontvangen, ja of nee. En kunt, want jij kunt zeggen, hier, ik wil dat. Maar aan de andere kant, als je lichaam zegt, ik voel mij niet veilig, dan gaat dat nooit gebeuren. Stel u voor dat je in een groep ligt met twintig man. Vijftien ervan gaan de heling niet ontvangen. Dat gaat niet binnenkomen, want die mensen voelen het niet veilig daar. Hier wel, want de setting wordt gecreëerd, de geur wordt gecreëerd, de liefdevolle mensen zijn daar en het is mooi, maar in uw systeem zit nog een bepaalde onveiligheid. Dus je gaat die heling niet volledig binnenkrijgen. Plus, wat mensen ook moeten begrijpen, is dat één sessie lichtwerk daar of heling daar of kundalini shit daar of kambo ayahuasca, whatever, heel jou niet. Het is een. Een manier om te kijken naar wat het probleem is. Als jij al jaren vastzit in een patroon, dan ga je dat patroon niet breken door DMT te doen of door een activatie van een of ander ding te doen. Je gaat daar poorten open doen om meer contact te maken met bepaalde dingen of je gaat een visioen krijgen van een bepaald iets van, ah oh, nu snap ik dat over mijn kindertijd of whatever. Dus het zijn zeker sleutels, maar het zijn geen oplossingen. En waarom is dat zo belangrijk dat we dat bespreken? Omdat heel veel mensen vast komen te zitten op het wiel van heling. Waardoor dat ze denken dat ze continu overal alles moeten geproefd hebben om geheeld te zijn. En dan worden ze eigenlijk depressiever, want het probleem wordt niet opgelost. En dan, lieve mensen, wat er dan gebeurt is. New Age to Jesus. Die community is ontstaan door het feit dat mensen vastzitten in patronen. ...met entiteiten, met donkere dachten... Uh, ...en op den duur geraken ze niet meer geheeld... ...en ze raken frustreerd en bang... ...en ze trekken nog meer verkeerde dingen aan... ...als ook verkeerde goeroes... ...meer entiteiten, whatever... ...en ze worden bang... ...want oh, ik raak er niet van dat wiel... ...ik raak er niet van dat wiel... ...en op dat moment komt er dan een entiteit langs... ...en dat is dan Jezus... ...maar dat is niet echt zo 100%... ...dus daar ga ik later nog een aparte video over doen... Uh, en dan geven ze zich over aan het christendom. Maar dat zijn geen echte christenen. Dat zijn mensen die vanuit angst Jezus hebben leren kennen. En dan zeggen dat ze gered zijn door het feit dat plots die entiteit uh, al hun zorgen wegneemt, al hun pijn. En plots stopt het ook, hè. de mysterie. Dat is ook, dat stopt. Hè. Waarom? Omdat ze liefde hebben gevonden in iets hoger, terwijl dat, dat altijd al de bedoeling was geweest. Dus je hoeft niet tot dat christendom te, te gaan of je te geven om dat te ervaren. Dus ook daar, die, die community, is ontstaan vanuit angst. Vanuit op dat spirituele hamsterwiel zitten en gewoon in paniek geen weg uit meer zien en vragen: God help mij, want. En dan komt dus die uh, energie langs. En dan heb je een keuze op dat moment om te zeggen: Ja, ik geef mij over, Jezus, want ik, ik zit in pure angst. Help mij. Of gezegd, dank u Jezus, want Jezus komt altijd langs bij iedereen op het spirituele pad. om uiteindelijk u naar die Christus-energie te brengen. Om u te laten herinneren aan zijn teachings. die hij eeuwenlang heeft gepredikt samen met nog anderen. Um, dus het spirituele pad eindigt ook altijd bij Jezus. Hè. Dat, is, dat is wel belangrijk dat we dat weten. Uh, en wat ik daarmee bedoel is: Jezus gewoon aanvaarden als de energie dat hij is, als het Christen. Als de Christus-energie, het kristalline hart achter onze thorax hier. Um, en daar kan ik uren over vertellen, maar dat is nu niet de bedoeling. Maar wat ik wil zeggen is, dus we mogen niet op de hamsterwiel komen. En dan zou je kunnen vragen of iemand kan u denken, is dat dan verkeerd om u tot dat christendom te, te brengen? Nee. Maar zolang dat je het pad dat je bewandeld hebt daarvoor niet Onteerd of oneerbiedig behandeld. Als in, ik was verkeerd bezig en ik werkte voor de duivel. Of ik. Uh, uh, ja, het was een verkeerd pad. Nee, dat is niet waar, want dit pad werkt voor zoveel mensen. En ik heb zelf ook dit heel veel kracht gevonden in dit pad. En dit pad is true en it's honest. Maar het is maar zo honest als dat je het behandelt. En het is maar zo honest als dat je met jezelf eerlijk omgaat. Um, en ik ben zelf op een bepaald punt ook gekomen van oh het is zwaar en het is maar ik weet dat niemand dat het niet de bedoeling is dat wij als mensen iets boven ons hoger zien als een oplossing het integere spirituele pad vindt altijd de weg terug naar het zelf niet meer of niet minder dus vandaar um, wij zijn opnieuw de tiende hiërarchie van engelen Um, en laten we inderdaad Jezus zien als onze opperste, en daar, die direct in verbinding staat met God. Maar op de lijn van Jezus, die Christusenergie, hij heeft ook nog energieën onder hem die meewerken. Hè. Um, maar wij behoren daar tot, daartoe. Wij kunnen die kracht in ons aanzetten. Um, wij hebben een DNA dat in staat is om te helen. Om te transporteren, om te astraal reizen, om dingen op te liften, om zelf te zweven. De reden dat wij dat nog niet kunnen is omdat wij eigenlijk heel veel slapend junk DNA hebben. Zoals de wetenschappers het mooi zeggen, maar dat is geen junk DNA. Dat is effectief goddelijke blauwdruk die gewoon afgestomd is, slapend is door alles wat er hier op aarde aan de gang is. De gevallen engelen, Anunnaki, draconien reptilian energieën die allemaal aan de top staan en die de aarde, want dit is een soort van prison planet waar dat we opleven, uh, in een, in een gevang houden, in een, in, een, in een matrix. Hè. Maar meer en meer ontwaken we nu. En aan de ene kant is dat dus goed, want we moeten die swing gehad hebben van te veel, te extreem, iedereen... Uh, geen grenzen, dat is nodig. Maar dat is nodig om te zien van, oei, we hebben het verloren. We zijn de balans kwijt. En dan hebben wij de balans terug nodig. Daarom maak ik deze video om je daar even te doen bij stilstaan. Hoe belangrijk het is dat jij jezelf afvraagt, is het nodig? Is het echt nodig dat ik daar bij die heler terecht ga komen? Is het echt nodig dat ik die activatie doe? Is het echt nodig dat ik Ayahuasca ga doen? Want heel veel mensen doen dingen vanuit nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid, ja, curiosity kills the cat, is soms uh, ego. En eh? vaak. Eh? Um, dus ik denk dat je echt moet gaan zitten bij jezelf: van, is dat een ervaring die me echt roept? Of laat ons zeggen: bijvoorbeeld, ayahuasca is heel hard gebaseerd op verslaving, en op suicidal thoughts, en op um, depressie, en verslaving in seks, alcohol, drugs. Seksueel misbruik is ook een hele mooie om ayahuasca in te beleven. Uh, dat brengt een hele diepe heling. Brengt ook een ander perspectief. Brengt ook altijd het perspectief van de andere kant. Uh, Ying en Yang. En ik zeg het ook gewoon uit ervaring. Ik ben het ook gaan doen. En ik had ook eigenlijk er meer van verwacht. Maar het is prachtig geweest. Hè? Uh, als ik dat niet had meegemaakt, had ik vandaag hier niet gezet, gezeten. Dit verteld, dit werk gedaan. Um, maar vraag jezelf echt af: roept het mij? Het, en het moet u roepen. En dat is wat ik bedoel. Het moet u roepen. Het mag u niet loslaten. Um... Ja, dus dat. Spirituele hygiëne. En daarom, uh, omdat ik heel veel aan het leren ben over ons DNA... en over hoe belangrijk het is dat wij dus uh, energieën leren kennen... en ons ook in ons veld genoeg beschermen... heb ik een meditatie gemaakt die gratis is voor iedereen op deze planeet... die Nederlands kan bestaan... Um om uh, u volledig in uw DNA eigenlijk echt af te sluiten voor alles wat niet nodig is. Dus dat wil zeggen dat als je die meditatie doet wanneer jij een heling ondergaat bij iemand, uh, of zelf heling moet geven als, als heler of teacher zelf, of gewoon op school staat en heel veel invloeden hebt, bijvoorbeeld in uw werk, of, uh, dat je je altijd kunt afsluiten. Uh, ik leer u dat aan. Je kunt die meditatie doen zoveel als je wilt. Um, want het is niet echt een meditatie, het is een activatie van uw beschermingsveld. Um, en daarna kenden we dat van buiten en kunnen dat natuurlijk altijd doen. En dat is eigenlijk mijn cadeautje aan iedereen. En vooral ook mijn collega healers die dat hun beter willen beschermen, maar ook hun klant beter willen beschermen. Um, want om nog eens even terug te komen op bijvoorbeeld zo'n een, een, een retreat of een sessie waarin veel mensen tegelijkertijd worden geheeld. Wat daar eigenlijk gebeurt. Hè? Alles gaat openstaan, iedereen zijn energieën vermengen met elkaar. Je kunt ook vaak soms iets voelen van iemand anders dat dan niet van u is. Als je echt gevoelig bent, afhankelijk van de wondes waarmee dat jij naar daar komt, uh, gaat jij ook, uh, je ook naar een realm waar dat niet alleen licht hangt. Ook even bewust van zijn. Waardoor dat ook de practitioner die met u werkt, als die een bepaalde wonde heeft die nog niet geheeld is. En toch in een ego een mening daarvan heeft, kan dat ook zijn dat dat door wordt gestuurd. Dus daarom dat ik de meditatie eigenlijk en de, de bescherming heb gemaakt, omdat als de bescherming gemaakt is, dan heeft al de rest geen invloed op u. Dus dan gaat jij effectief alleen binnenkrijgen wat dat binnen mag. Um, en dat is echt effectief gewoon uw DNA beschermen, wat, we, wat ik daar ga doen. Um, ja, ik vind het heel belangrijk om daarover te praten. Omdat ik gewoon... Ik ben helemaal fan van spirituality. En het, en het proces van helen. Maar ik zie ook wel heel veel mensen hier binnenkomen. Dat ik denk... Oh, ja, en dan, dan moet ik dat dan... Oplossen is een groot woord. Maar allez, dan moet ik dat weer anders uitleggen. Zodat die persoon rust kan vinden. Of dan moet ik inderdaad iets wegnemen. Of uh, zeggen van... Oei, wat die persoon heeft gezegd. Ja, dat klopt niet. Uh, ik, ik merk gewoon dat er heel veel angst veroorzaakt wordt en gezaaid wordt door in die wereld terecht te komen. En het laatste eigenlijk wat ik wil doen met deze pagina is angst zaaien, maar is wel bewustzijn, awareness. Want spiritualiteit is gewoon niet gewoon licht en donker. Punt aan de lijn. En als je niet met dat donker om kunt, dan moet je er niet in stappen. Heel veel mensen willen helen, maar willen eigenlijk niet echt kijken naar dat vuilstuk stuk van jezelf dat je Judged. Uh, en zolang dat je dat niet wil doen, dan blijf je op het hamsterwiel. Of dan komt je in de handen van mensen die niet integer spiritueel handelen. Uh, dus voor, voor iedereen die, ja, die de roep voelt, ga er naartoe waar dat je moet zijn. En voor iedereen die de roep voelt van ik wil ook leren helen en helpen. Weet dan dat dat kan, dat dat mag. Als je roep sterk is, dan voel je dat dat van de ziel komt dat je hier bent voor service te bieden. Maar weet ook dat dat niet moet met een praktijk in reiki bijvoorbeeld. Jij kan ook als verpleegster of als in een rusthuis of als ambtenaar of als CEO je heling uitvoeren dagelijks. Want de mensen gaan op je pad komen en jij hebt de wijsheid en de energie en uh, uh, het aura om, om dat allemaal aan te kunnen. Dus... Van service zijn. Kunnen op zoveel levels. En heeft geen bepaald label nodig. En in principe moeten wij ons ook niet labelen daarin. We zijn allemaal op onze eigen manier lichtwerker. Voilà, daar ga ik het een beetje bij houden. Heb je interesse in de protection, in de meditatie? Dan mag je hieronder commenten. Spiritual hygiene of hygiene. En dan krijg jij een DM met de link naar de meditatie. En ik zou zeggen, verspreid hem Zover mogelijk, zodat we allemaal heel gecentreerd in onze blauwdruk, onze goddelijke blauwdruk, kunnen blijven staan en de juiste dingen aantrekken die het hoogste goed zijn. Muah.